Mijn hoofd gaat echt alle kanten op. En nu hebben we nummer 4. Ja, bingo! Wat is er allemaal aan de hand, schat? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Een hele goede morgen, ik moet nu een beetje wakker worden. We staan bij de koning van het behang uit Den Haag. Van Zweden. Niet meer alleen behang. En ook vloeren. En daarvoor gaan we naar binnen, voor de vloeren. We gaan de knoop doorhakken. Ja. Spannend. Ja, we zijn er. Uit. We zijn er uit. Ah, ik kan er zo... Mijn hoofd gaat echt alle kanten op. Maar we hebben dus de vloer gekozen. We hebben de... Oh, de auto ruikt naar kerstbrood. En we hebben heel wat verschillende keuzes ineens weer gemaakt. Ze hebben helemaal anders. Maar dit wordt echt zo gaaf. Dit wordt zo tof. Dit wordt echt... Apart. Apart. Anders. Ja, kikken. Ja. We moeten alleen nu snel racen. Want we gaan nu snel naar de arts. Wordt zo gebeld door de arts. Kai, bedankt! Kai, bedankt! We zijn lekker aan het bingo, hè? Nee, het heet trouwens anders. Hoe heet het ook weer? Kine. We zijn aan het kienen. En daar zit mijn Rudolf. Oh, maar waar is het? Rudolf! Sorry. Hi. Heb jij al iets gewonnen? Ja, ik heb iets gewonnen. Straks. Ja, en toen heeft mijn zoon hele spekjes uitgekozen. Oh ja. Tegen niemand zeggen, hè? Helemaal goed. Het ligt even verstopt, want ja, anders... Sorry? Ja, maar oh, even stopt. Jij bent lekker. Ook. Waarom? Briefjes? Nee. Ik heb... ja, maar ik heb een cadeautje aan Jesse gedoneerd. En ik heb handcrème. De spekjes. Jij ook nog. Ik heb lotion. Lotion? Lekker hoor. Yes! Ja, we gaan verder. Oh ja. En natuurlijk nog wat hier staat, hè. Het is bijna zo buurtje. Oh, je hebt nog meer? Ja! Oh! Dat is onze quizmaster. En nu hebben we nummer 4. Ja, bingo! 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 Schat! Schat! Schatje! Het schilderij! Het schilderij! Pak het schilderij! Proost! 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 Heel goed nieuwjaar! Merry Christmas! Zo is dat! Jessie! Proost! Ja, dat wil ik 20 seconds mee. Ja? Oh leuk, dat zijn mama al. Heb ik er wel een overgehouden. Oh! Oh! Wat? Eigenlijk in een moerenhuis. Ja, over het leven met de dames. Het is fijn dat je weet wat je zegt. Nou is het natuurlijk... Mooi hè? Nou ja. Maar leer ik hem dan niet? De fles Tia Maria er ook bij. Nee! En dat is zelf! Nee! Hey! Hey! Angelina! Ora! Viva la mala perché. Yeah. Hele goedemorgen, eerste kerstdag jongens. En we waren gisteren niet thuis toen het kerstcadeautje binnenkwam. En het is ook niet ingepakt. We zijn gewoon oogdicht. Els, ogen dicht. Ja, want anders... Oh, maar je ziet het al. Ja, het is niet ingepakt. Maar jullie mam zei, dat is handig. Oh, oké. Ogen dicht.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Oh, wacht even, wacht even. Wacht even. De muziek moet uit. De muziek moet uit, ja. Stil. Heb je voor mij? Deze. Oké, maar... En de batterij is bijna leeg, dus we moeten opschieten. Ja. Mag ik kijken? Ja. Onthulling. Oh, maar... Oh, wauw. Daar ben ik hartstikke blij. Ho, ho, ho. Merry Christmas! Thank you! Hartstikke mooi! Nou, we gaan dat ding gelijk uitproberen natuurlijk. Hij is mooi, hè? Wat is er allemaal aan de hand, schat? Eerst gaat Mootjes oog is aan het hangen. Dat ik denk, waarom kan je bijna niet kijken door het oog? Vervolgens loopt hij echt de hele tijd van aan de muts te dingen zeg. Nu ging ik dus kijken, toen kwam er allemaal pus uit. Kutpus. Eigenlijk is het zo dat als Mojo ergens de hele tijd blijft likken, dan is er gewoon wat aan de hand. Ja, dus is het nou zo dat Mojo likt omdat er wat aan de hand is? Of is er wat aan de hand doordat Mojo likt? Ja. Dat is eigenlijk de grootste vraag die we altijd stellen. Misschien wel beide. Kijk, als hij aan mijn oor likt die al een bacterie heeft en vervolgens gaat hij aan mijn muts lopen likken. Ja, dit is dus ook een hele diervriendelijke melkkalf. Jongens, want... Ja, hij kan hier iets... gewoon nog steeds doorheen. Ja, ja dit is dat zo. Is ook eigenlijk een beetje het probleem nog steeds van deze melkhof. Hij kan niet likken. Zijn jawel, zijn tong komt er doorheen. Ja, ja, ja. Het zijn ook nou eenmaal gewoon oude beestjes. Ja, als je oude beestje bent... Dan mag je rimpeltjes krijgen, van die rare dingen. Nee, dat is ook weer zo. De gebreken komen met de leeftijd, met de jaren. Hoe zeg je dat? Ja, dat zeg je goed. Gebreken met de jaren. Ja, blijf bezig. Ja, blijf het nu... Maar de oor ziet er volgens mij ook niet onwijs jovel uit, hè? Nou, ja, omdat moet je weer eten, god, gewoon straks nog de likken weer, hè? Maar... Heb jij nog gekot? Ik? Ja, vandaag? Nee, niet vandaar. Nee, ja. Nee. Dacht, ja, ja. Ik van Mojo's. Jij hebt gisteren of laatst gedaan. Heb jij zijn oog gedaan of niet? Want zijn oog is nu helemaal nat geworden. Is zijn oog nat? Ja. Oh, nee, ik heb niks gedaan. Maar hij keek net wel weer wat helder uit zijn oog. Uit zijn oog. Maar hij zag dat. Mensje is niet meer wat hij precies... Nee, het zit echt over. Nee, het zit er echt over. Poepie. Hoe kan je dat zeggen? Dank je wel. Alsjeblieft. Oh, heerlijk. Daar kan geen McDonald's tegenop. Nee, hè? Lekker kerstontbijtje. Of kerstlunch. Ja, het is tweede kerstdag. En het is sminkdag geworden. René is nu in de beurt en Jessie en ik zijn al geweest. Straks het resultaat. Hallo! Wow. Wat was jij? Wat ben jij? Franse clown, hè? Ben jij Franse clown? Clown! Oh, en heb jij papa? Godverdamme. Wij zijn Bloem! Wij zijn Bloem! Wij zijn in oorlog, denk ik. Wij zijn kareel jouw strijders. Wij zijn Clue. Wij zijn een clue. Wij zijn Clue. Van Blue's Clues. Blue Clues. Okay. Mooi hoor. Toppie. Nou, toppie. Gaan we zo maar even douchen, hè? Lijkt me een goed plan, ja. Zo jongens, kerst is weer voorbij. Maar nog niet helemaal. Koppie kraal. Ik zeg altijd kontje kaal, ik weet niet waarom. Nee, koppie kraal. Nee, maar we laten de kerstboom natuurlijk wel even staan tot en met oud en nieuw. Tuurlijk. Dat doen we wel. Tuurlijk. Maar eerst en tweede kerstdag zijn er weer voorbij. En... Volgend jaar gaan we er gewoon een spetterend feest van. Ik wou zeggen, kun je je al een beetje voorstellen dat we volgend jaar de boom zetten in ons nieuwe huis? Ja. En dan hoop ik dat alles van mij ook een beetje voorbij is. Met goed resultaat. Ja. Voor een hele lange tijd. Ja, dat is de bedoeling. Ja.
Dat is onze kerstwens. Nou, we horen heel graag in de comments hoe jullie kerst eruit heeft gezien dit jaar. Wij zijn lekker gaan eten en bij familie en eten. En rustig aan. En rustig aan, inderdaad. Ik heb ook nog even gewerkt, nachtdienstje gehad en zo. Dus we zijn er moe van. We hebben chocola op. Ik heb een chocoladebuik. En ik ben een beetje all over the place. Dus laat even lekker een gezellige comment achter. En wat jouw kerstwens is? Bas. Geweest. En dan vinden wij het altijd weer heel erg leuk om te reageren als we daar nog aan toe komen. Met al die leuke comments van jullie. Voor nu zeggen wij weer, vergeet niet te abonneren, doe een duimpje omhoog. En we zien jullie heel graag de volgende keer. Oké. Ciao.